Ja, de Marmot is een toertocht in Frankrijk, in de buurt van de Alpe d'Huez, en dat is 174 kilometer. En dan moet je 4 Alpecols bedwingen. Dus eerst de Glandon, dan de Telegraaf, de Galibier. En dan als toetje nog de Alpe d'Huez. Dus dat was flink afzien. En ben je er alleen naartoe gegaan? Nee, dat heb ik ook met John gedaan. En het mooie is, we hebben samen goed kunnen trainen. En allebei goud gehaald. Dus binnen de tijd die er gesteld was, hebben we het uitgefietst. En dan kun je goud, zilver, brons halen. En we hebben allebei goud gehaald. Dus ja, daar zijn we natuurlijk allebei hartstikke trots op. Is dat zwaar, dat fietsen? Ja, dat bepaal je zelf. Alleen ja, ik leg voor mezelf de grens heel hoog. Dus dan is het uiteraard zwaar. Want hoeveel mensen doen er aan mee? Elk jaar doen er ongeveer 10.000 mensen aan mee. En dan moet je van tevoren inschrijven. En dan kun je op een Nederlandse site doen. Alleen dan moet je met een groep meedoen. En wij hebben gewoon op de Franse website ingeschreven en alles zelf geregeld en uitgestippeld. En de vrouwen gingen ook allebei mee, dus die hebben goed voor ons gezorgd dat wij zo min mogelijk met het eten en zo te bemoeien en goed uit konden rusten en trainen. En dat hebben we allemaal goed afgesloten.